Wel, jullie bevinden zich hier in een van de erkende laboratoria van IBV. Hier binnen worden verschillende soorten van analyses gedaan. Enerzijds vooral in het kader van asbestanalyses, maar ook keramische vezels en ander type analyses op vraag van onze klanten. Maar onze core business is analyses op asbest. Op vraag van onze klanten en welke norm dat de klant juist wenst te gebruiken, wordt een bepaald type microscopie ingeschakeld. Wanneer dat de klant bijvoorbeeld een bulkmonster aanlevert en een identificatie van asbest wenst in dat staal, dan zal voornamelijk polarisatiemicroscopie ingeschakeld worden. Wanneer dat daar een niet eenduidige analyse naar boven komt, dan kan bijvoorbeeld onze scanning elektronenmicroscoop ingeschakeld worden om uitsluitsel te bieden. Zowel particulieren als werkgevers en werknemers kunnen bij ons in het labo terecht voor het uitvoeren van analyses. Wij doen zelf de monsternames voor de klant, maar ook klanten kunnen hun monsters aanleveren bij ons in het labo. Wel, na monsteranalyse krijgt de klant een analyseverslag waarin natuurlijk een aantal vaste gegevens zijn opgenomen van klantgegevens, monsternamengegevens, monsteromschrijving, als ook het analyseresultaat. Wij als asbestlabo baseren ons wel op de analyseresultaten, maar doen geen interpretatie van die analyseresultaten. Indien de klant dit wel wenst, kunnen zij wel beroep doen op de deskundigen van IBV die ofwel ter plaatse zijn geweest of nog ter plaatse gaan komen om de klant verder te gaan adviseren.